Hallo, mijn naam is Chengmai Cheng en ik werk als HSP-coach en rebirther vanuit mijn praktijk Orchid of Life. In mijn praktijk ontvang ik hooggevoelige personen die ik begeleid naar een energieker, gebalanceerder en liefdevoller leven. En om dit te verwezenlijken zet ik diverse coachingtechnieken in en daarnaast begeleid ik ademhalingssessies. En deze video gaat over deze ademhalingssessies. En wat ik wil benadrukken is dat je een tool meekrijgt voor het leven. Dus de manier waarop ik je door dit ademhalingsproces heen begeleid, heeft als in ieder geval een van de resultaten dat je de verbonden ademhaling ook thuis kan doen wanneer je het gevoel hebt dat je het nodig hebt. Nou, om even vanaf het begin te beginnen, wanneer je begint met het ademhalingsproces, ga je waarschijnlijk na de eerste, tweede, derde sessie al ervaren dat je, wanneer je thuis bent of op het werk bent, waar je dan ook bent, merkt dat je automatisch bewuster in gaat ademen. En dat komt simpelweg doordat je een sessie hebt meegemaakt waarbij het alleen maar draait om het blijven ademen. He, zodat je in contact komt met je lichaam van top tot teen. Verder is het ook een tool voor het leven, omdat je werkt aan een groter lichaamsbewustzijn. Heel veel mensen die mijn werk opzoeken en begeleid willen worden, komen vaak met het verhaal dat ze het gevoel hebben dat ze alleen maar een hoofd hebben. Een hoofd op een lichaam waarmee ze het contact langzaam aan zijn verloren. Ja, omdat ze gewoon de hele tijd vanuit het hoofd zijn gaan leven. Dus op het moment dat je begint met rebirthing, merk je sessie per sessie dat je lichaamsbewustzijn groeit en ook in het dagelijks leven ervaart dat je benen hebt, hè, dat je gegrond staat, dat je billen hebt, hè, om op te zitten. Dat je contact hebt met je armen, met je borstgebied, met je buik. En dat is een mooi goed. Hè? Dat je dat sowieso als resultaat meekrijgt wanneer je begint aan het ademhalingsproces. En verder, zoals ik al aangaf, kun je dus de rebirthing techniek, de verbonden ademhaling, kun je inzetten wanneer je merkt dat je het nodig hebt. Want een van de grootste focuspunten van het ademhalingsproces is dat je leert dat je alle emoties die je hebt mag voelen. En het kan zijn dat je, hè, zelfs na een traject niet bewust bent van alle mogelijke emoties die in jouw lijf aanwezig zijn. Maar je bent er in ieder geval al een stuk bewuster van. Maar goed, op het moment dat je dus je in het dagelijks leven bevindt en je hebt het gevoel dat je wat negatiever in het leven staat, je denkt meer vanuit het glas is half leeg, of je voelt je neerslachtiger, verdrietiger, maar je kan niet helemaal de vinger erop leggen waar het nou vandaan komt. Hè? En soms, ja, kan je er maar over blijven denken, maar weet je het gewoon niet. Je hebt gewoon iets over het hoofd gezien. Je hebt letterlijk iets over het hoofd gezien, omdat er gebeuren op een dag tig dingen. En het kan zijn dat een aantal van die zaken je onderbewust heeft geraakt. Ja, dat je lichaam wel reageert, maar dat je hoofd er niet bij stilstaat dat er iets heeft plaatsgevonden dat een emotionele impact op je heeft gehad. Dus het kan zijn dat je na een dag leven helemaal vol zit, merkt dat je niet meer kan nadenken en ja, je eigenlijk het liefste af wil sluiten voor van alles en iedereen. Gaat niet altijd, natuurlijk. Dus wat je leert is dat je in ieder geval bewust wordt van die momenten. En dat je dus de verbonden ademhaling kan gaan doen om in contact te komen met je lichaam. Zodat je je lichaam de ruimte geeft. En dan kan er van alles naar boven komen. Misschien ga je wel spontaan huilen of voel je de irritatie opkomen. Laat het gewoon zijn. Maar dat hebben we dus al in die sessies gedekt. Waardoor je bewustzijn omtrent wat er naar boven komt, dat je daar in ieder geval al meer open voor staat. Dus
Vandaar dat ik ook aangeef, de verbonden ademhaling is een tool voor het leven. Wanneer je hiervoor kiest, heb je altijd een techniek om in te zetten wanneer je systeem volledig vol zit. Nou, dan hebben we verder nog iets. En dat is dat ik ter conclusie even wil benadrukken dat jij niet jouw emoties bent. De emoties, vooral die heftige van lang, lang geleden, die willen slechts passeren. En de bedoeling is dat je ervoor open staat, zodat ze kunnen passeren. Want anders blijven ze maar in het systeem vastzitten en beïnvloeden ze je geest. En ga je inderdaad jezelf klein blijven houden, negatieve blijven denken in een hele smalle straat en je weet niet meer welke kant je op moet. Dus gevoelens, emoties willen slechts passeren. Laat ze zijn en dan zullen ze je systeem verlaten. Nou, bedankt voor het kijken. Als je nog een vraag hebt naar aanleiding van deze video, waarbij ik dus benadruk dat de verbonden ademhaling een tool voor het leven is, geef een geel, laat een bericht achter en ik zal er naar kijken. Nou, tot een volgende keer.